We gaan grappig doen. Nee, what the fuck? Ze gaat weer. Je bent echt hopeloos, Dikneus. Welkom in het epische verhaal van Dikneus Wigwam. Goed, ik zit in de Sims. Echt fucking lang geleden dit. Sims creëren. We gaan een sim maken, mensen. Oké, we maken een fucking... Ja, we maken een fucking dik. En heel gespierd. Of nee, juist helemaal niet gespierd. Een fucking dik. Juist. Kan ik dit ook nog... Juist, ik kan dit gewoon ook nog aanpassen. Ik maak alles fucking groot. Nice. Echt fucking sexy. Zo, petje op. Baardje. Zo, ik vind hem helemaal goed. Helemaal geweldig. Maar doen ze. Voornaam. Dikneus. Wip. Wigwam. Oké, eigenschappen toevoegen. Oh, hij is super atletisch. Hij is echt charismatisch. Hij is zo dapper. En het is een geluksvogel. Hij is overemotioneel. Dit is, ik zweer het, dit is echt... de droomman. Hij wil een astronaut worden. Zo, Dikneus Wigwam is aangemaakt, mensen. Dikneus Wigwam is geboren. Nou gaan we hem een mooi huisje geven. We maken hem gemeubileerd, want ik heb geen zin om die shit zelf in te richten. Welkom in het epische verhaal van Dikneus Wigwam, die in SimCity kwam wonen. Ik weet niet eens of het SimCity heet, maar ik noem het zo. En hij stond naast een brievenbus. Wat zal er in die brievenbus zitten? Zal het een geheime liefdesbrief zijn, van iemand die hem wel ziet zitten? Of zal het de belastingdienst weer zijn, omdat Dikneus Wigwam voor de 100ste keer zijn belasting niet heeft betaald? We gaan hem even meteen naar de stad sturen om wat mensen te ontmoeten, want Dikneus Wigwam is een beetje eenzaam. We gaan een feest geven. Echt een zieke partylocatie hebben we hier, dus het gaat helemaal goed komen. Dikneus Wigwam kent geen Sims. Dikneus Wigwam kent geen Sims goed genoeg om ze uit te nodigen voor een feest. Ga de wereld in met Dikneus Wigwam en ontmoet wat nieuwe Sims met Dikneus Wigwam. Gaan we doen? We gaan even socializen met Dikneus Wigwam. Zo, Dikneus Wigwam, die heeft geen vrienden. Dat is super zielig. Hier is een leuke meid en hij gaat zich vriendelijk voorstellen. Want Dikneus Wigwam is een vriendelijke jongen. Cora vindt dat Dikneus oké is. Nou, oh, kut. Dora is een kind van... Cora is een kind van 12. Kut. Ja. Het is niet helemaal... River vindt dat Dikneus oké is. Nou, Dikneus, die vindt River wel oké. She wants the D, man. Oké, ik ben erachter gekomen dat ze artistiek is. Dus we gaan nu praten over kunst. Want dan vindt ze ons sowieso geweldig. We gaan gewoon de hele tijd praten over kunst. Fuck it. Oh, ik kan wel uren over kunst praten. Goed, het moment is aangebroken. We gaan haar uitnodigen. Heb je zin om langs te komen? Ja, juist. Gaat mee. Oké, ze zijn nu thuis. Wat gaan we doen? Zullen we een film kijken of zo? Wacht. We gaan vriendelijk doen. Kom eens even staan, River. Ik moet je even een knuffel geven. Oh, ze loopt weg. What the fuck? Nog een keer? Nog een knuffel? Nog een keer, fuck. Nog een keer. Oké. Nog één keer knuffel. Nog één keer knuffel. Nog een keer. Nog een keer knuffel. Oude player is die Dikneus Wigwam. We gaan hem nog een knuffel geven. We gaan gewoon de hele dag knuffelen. We gaan nog meer praten over kunst, dat vindt ze leuk. En daarna geven we er nog een knuffel. River vindt dat Dikneus vriendelijk is. Ik hoop niet dat we nu friendzoned zijn. Wat wel leuk is aan de Sims is, het kan nooit awkward worden. Weet je wel, in het echt kun je nog wel eens een awkward gesprek hebben. Dat je niet weet wat je moet zeggen. Hier blijf je gewoon de hele tijd klik op kletsen. Fucking handig. We zijn nu beste vrienden al, dus dat is nice. Ga naar bed. Zou dat kunnen? Nee, dat gaat te ver. Hè. Zal ik het proberen? Nee, ik ga nog even wachten. Oh, hij heeft honger. Kut. Nee, oké, pak snel wat eten. Niet nu. Nee, ze gaat weg. What the fuck? Dude, je hebt het echt verpest. Je hebt het echt verpest, Dikneus. Outfit uitkiezen. We gaan natuurlijk vandaag onze allermooiste outfit kiezen. Want we gaan een super lekker ding in ons huis uitnodigen. Oh, hij gaat nog even douchen. Nou, Dikneus denkt daar wel over na. Ik dan niet. No worries, ik zou in het echt wel douchen. Ik zou in het echt wel douchen. Voordat mijn vriendin zou komen. Kom op, alsjeblieft, kom. Yes, ze komt eraan. Oké, nice. Meer. Kijk, wat kunnen we allemaal doen? We gaan grappig doen. Nee, what the fuck? Ze gaat weer... Je bent echt hopeloos, Dikneus.
Dikneus Wigwam, je bent echt een hopeloos figuur. Je gaat in zijn boek zitten lezen, terwijl hij in bed had kunnen liggen met River. What the fuck, dude? Mensen, laat in de reacties achter hoe we dit kunnen gaan oplossen met Dikneus. Misschien moeten we zijn haar veranderen of zijn kledingstijl of zo. Of misschien moet hij naar de sportschool omdat hij zo mega dik is. Mensen, hoe kunnen we Dikneus Wigwam van een zilo naar een player, een echte player veranderen? Laat het weten in de reacties. En vergeet deze video niet te liken en te reageren. En dus te abonneren op Avond.